Welkom bij de weekreading voor 4 tot en met 10 september. Ik gebruik deze week de zeemerminnen en dolfijnenkaarten. En terwijl ik de kaarten schud, zoals jullie hebben gemerkt, hebben jullie de afgelopen dagen ook affirmaties ontvangen. Vandaag was de laatste dag dat je die ook meekrijgt voor degenen die zijn ingestapt in het programma Dankjewel. Je kunt op zich nog ervoor kiezen om tot 15 september in te stappen in het Love to Grow geldprogramma. En dan blijf je die dagelijkse affirmaties ontvangen. Dan ontvang je ook een afstemscript. En de audio meditatie die komt morgen. En aan het eind van de maand doe je dan ook mee aan de crystal, aan de blokkade healing geld. Dus je hebt nog een mogelijkheid om in te stappen. Doe dat als dat goed voor je voelt. En hou anders het een beetje in de gaten. Want de nieuwe thema's voor de komende maanden zijn al bekend. En ik heb voor deze week niet 3 kaarten, maar 4 kaarten. En ik moet ze echt alle 4 gaan doen. Dus laten we eens gaan kijken wat ik... Sorry, maar dit verzin je toch niet? Sorry. Ochtendaffirmaties. Ik zit net te zeggen, Love to Grow geldprogramma. Dagelijkse affirmaties. Nou jongens, deze kaart bevestigt. Affirmaties zijn een goede manier om je dag mee te beginnen. En je op een bepaalde energie af te stemmen. Maar in het Love to Grow maandprogramma benutten we ook affirmaties om juist je te triggeren. Om blokkades zichtbaar te maken. Die dan vervolgens met de audio meditatie weer kan oppakken en wegwerken. Of met de crystal healing kan oppakken en wegwerken. Dus je kunt affirmaties dus gebruiken op 2 manieren. Het helpt je dus. Je kunt je afstemmen op de energie. Of je kunt juist jouw eigen blokkades zichtbaar maken. Ga er eens mee spelen. En als je niet mee wil doen aan het geldprogramma, prima, alles oké. Maar ga dan voor jezelf eens kijken met affirmaties en wat je zelf kan bedenken. Of zoek op affirmaties, zoek op Louise Hay, die heeft enorm veel affirmaties. En ga spelen voor jezelf deze week wat affirmaties voor jou kan doen. En benut ze dan in de morgen. Helend hart. Ja, door elkaar te verbinden met elkaar en als groep samen te werken of te delen met elkaar, kun je je groei verder maken. Dus zoek deze week ook de verbinding op. Die verbinding komt op dit moment ook terug, die kwam ook gisteren terug in die dagkaart. Verbind jezelf met anderen, maar verbind je wel met die mensen die jou in een goede energie neerzetten, die jou in je kracht zetten en laat de mensen zakken. Laat ze maar, en misschien voor jouw gevoel ook, laat ze maar zinken in hun eigen afvalput. Van die mensen die iedere keer jou naar beneden halen door hun problemen, door hun situaties. En dus je denkt, ik heb je al zo vaak advies gegeven, ik heb je zoveel aan elkaar bijgesproken, ik heb al zo vaak geholpen. Maar het helpt niet, want ze zijn gewoon nog niet klaar voor de keuze. Hoe diep hun put mag zijn, dat is aan hunzelf. Dat is hun eigen vrije keuze, hun eigen pad, hun eigen weg. Daar hoef jij geen oordeel over te hebben. Het enige wat jij hoeft te weten is wat jouw eigen pad is. En gaan voelen wat jouw pad is. En je daarin te verbinden met die mensen die jou kunnen helpen jouw pad te gaan vervolgen. Dus verbind je met anderen. En laat dus, aan de ene kant verbind je met de positieve mensen en laat de andere mensen zakken. Deze kaart hebben we ook gehad. En dan weet ik niet of die nou in de maandreading voor de Engelse versie had of in de Nederlandse versie. Golven van rijkdom en overvloed. Laat je deze maand optillen door het universum. En ga nieuwe mogelijkheden zien om meer waarde toe te voegen aan jouzelf en jouw leven. Of dat nou is door het volgen van mijn maandprogramma's. Of dat nou is door het meedoen aan de Love My Life Intensive, waar nog een paar plekken voor beschikbaar zijn. Die is van locatie veranderd. Het is nu een kleinere groep, waardoor er ook meer persoonlijke aandacht is. En ik ook één element kan toevoegen die met een grote groep misschien niet mogelijk was geweest. Meer extra aandacht, meer kans om te groeien voor jou dit keer. De allereerste keer dat ik het geef. En ook niet, zeker niet de laatste, het begin. Het is voor mij een overgang tussen het oude en het nieuwe. Maar laat je optillen, laat je steunen door het universum. Ga vertrouwen dat het universum het beste met je voor heeft. En ga erin geloven, ga erin vertrouwen. En geef jouzelf een kans om daarin te geloven. En ga niet zo doen, nou universum, laat mij het maar zien.
ik ga daar naartoe, maar dan moet jij laten zien wat het is. Nee, ga er naartoe, of die plekken waar je voelt, of die acties die je moet doen. En in het vertrouwen dat je gesteund wordt. In gewoon een gevoel, weten wat ik ook doe, ik word gesteund. En misschien gaat het niet lopen zoals ik het in mijn hoofd had. Maar het gaat altijd wel lopen op de best mogelijke manier die het universum van mij ziet. Ga erin geloven. Ga geloven dat hij jou op een positieve golf wil zetten. Die jou wil brengen waar je naartoe bent. Dat je gesteund wordt. En soms zelfs met de meest harde klappen die je maakt. Kan het soms in één keer zo'n vloedgolf zijn. Maar zo'n enorme vloedgolf kan soms het beste antwoord zijn op de vraag die je had. Op de wens die je had. Dat je in één keer komt op de plek waar je nodig was te zijn. Maar dan is misschien de schok, de verwarring, de emoties te groot voor dat moment. Omdat het toch wel op een heftige manier gebeurt. En dan ga je pas later zien. Wauw. Die situatie heeft toch gezorgd dat ik in één klap was op de plek. Op de meest optimale manier. Als ik dat zelf had moeten doen via mijn weg. Dan had dat maanden geduurd. Dan was ik er nooit gekomen. Of was het maanden geduurd. Of had het met veel meer schade en problemen gebeurd dan wat me nu is overkomen. Dus soms zelfs als iets heftigs gebeurt deze week in je leven. Of daarna, überhaupt een heftig event. Soms kan het ook een cadeau zijn van het universum om jou precies te zetten op die plek waar jij naar verlangde. Wat je de hulpvraag die je had, dat het antwoord is om jou in de meest optimale startpunt te geven vanuit daar. Ik heb het zelf in het verleden ervaren. Dus als je dat soort situaties meemaakt, stuur me een berichtje. Dan kan ik je daar nader over toelichten. En de laatste kaart is vrede en rust. Neem de tijd om te ontspannen. Wees innerlijk stil en geniet van het alleen zijn. Zorg even lekker voor jezelf. Deze kaart, gezien de maandreading die we hebben gehad, is er ook voor. Besteed deze maand, deze week, deze maand aandacht aan jezelf. Neem je eigen zorgen en behoeftes serieus, neem je eigen grenzen serieus. En zorg goed voor jezelf. En goed zorg voor jezelf. Begin met ook af en toe de tijd nemen om te voelen en te luisteren. Wat heb ik nu nodig? Wat heb ik vandaag nodig? Wat heb ik nu op dit moment nodig? Wat is voor mij nu het beste om te doen? Hoe kan ik goed zorgzaam zijn voor mezelf? En soms is dat inderdaad door lekker relaxen, een bad nemen. Misschien is het wel een wandeling. Misschien is het wel afspreken met een vriend of vriendin. Maar gun jezelf deze week ook de tijd. En dat is dus de weekreading voor 4 tot en met 10 september. Ik vind het geweldig. Ik vind het weer enorm inspirerend. Het is weer zo op één lijn met de maandreading. En jullie hebben me zien schudden. Ik was met aandacht vooral bij het gesprek over de dingen. En toch kwamen deze kaarten er precies wel uit, helemaal in lijn met wat er al uitspeelt en wat ik al heb gezegd. Sommigen van jullie hebben die bevestigingen nodig. Sommigen van jullie hebben die dubbele bevestiging nodig om deze maand het vertrouwen te gaan vinden. Het universum is liefdevol, het universum wil me steunen, maar ik moet het dan wel gaan toelaten. Ga daarmee aan de slag, lieverds. Ga daarmee op zoek. Zoek en vind dat vertrouwen in jezelf en in het universum. En dan zal je zien dat vanuit hier je beter verder kan zullen gaan. Er komt meer, maar ik mag dat nu nog niet zeggen. Deze maand volg iedere week de weekreading. Er komen stukjes en stukjes bij. Het wordt een hele interessante maand, dat kan ik je nu al vertellen. Op allerlei vlakken. September is een maand met ongekend veel mogelijkheden. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie. Dus stel je voor open. Stel je voor open voor alle mogelijkheden die het universum heeft. En morgen zal ik in plaats van de affirmatie van de Love to Grow, geld. Love to Grow, rondom het thema geld. Jullie een andere affirmatie geven die je daarin gaat steunen. En dan denk ik dat het heel goed is. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Daag!